Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de GTA 5 Story Mode. We gaan vandaag weer een heist doen en eens even kijken wat ons dit keer te wachten staat. Hey, how you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in, so life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Oké, wij moeten naar de FIB-building. Lester gaat de boel hier opblazen. Want ze mogen niet weten, dat is gewoon bewijsvernietiging. Het is hier gelukkig dichtbij, dus ik hoef nu dit keer niet te knippen in het stukje rijden. Ik vind dit niet per se nodig. Ja, de FIB-building. Ik heb deze game al 3 keer uitgespeeld, maar ik kan mij deze missie gewoon simpelweg niet meer herinneren. En we gaan even bellen met Frank. Hey, what's happening, Mike? My shift's about to start down at the FIB building. You know, get Gustavo and Norm on board. Be ready for my signal in the fire truck. Okay, at least half the crew is serious. But we'll be ready to do this thing, dog. Okay, wij moeten waarschijnlijk de vloer gaan moppen. Want ja, hè? Wij zijn een schoonmaker, anders kwamen wij niet naar binnen. Volgens mij hebben we wel... Ik weet niet meer welke... ja, je kon 2 opties kiezen. Volgens mij hebben we de meest agressiefste optie gekozen. Oh nee, wacht! Dat is niet waar. We hebben natuurlijk een brandweerwagen gestolen. We gaan straks als brandweermannen naar binnen. Maar eerst moet ik de boel in de brand krijgen. Dus we gaan eerst naar binnen lopen. En hoe komen we binnen? Ja, dat is de grote vraag. Via de deur. Maar ja, waar is de deur? Jongens, waar is de deur? Waar hebben jullie de deur? De deur. Hallo deurtje. You new? Just go through the turnstile. Wie vroeg jou wat, mevrouw? Ik ben niet nieuw. Ik weet de weg. They keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Okay, go to the elevator. Okay, we moeten dus naar de lift. What the fuck? Hoeveel verdiepingen zijn er? Kijk eventjes. 49, 56 verdiepingen. What the fuck, zo? Pick them up. Hoe weten we überhaupt waar dat is, joh? En dus moeten we dit saaie werk dan ook echt gaan doen? Ook nog echt, hoor. Go to the office door. En die gaat dus niet open. Drop the bucket. Ik just clean the floor. Ah, shit. The mop is dirty. Oh my god. Waarom maken deze mensen ook zoveel rommel? Het is de FIB. Wat zijn die mensen aan het doen, joh? Dat stampen ze elke dag door de modder in hun kantoor. Plant de bom in de locker. There you go.
Maar dit valt ook niet op, hè, want wij zijn de enige in dit gebouw. Go to the next room. Oh, oké, okay, dit valt inderdaad niet op, want hij heeft niks gezien. Hij zit al een tijdje bij die koffiemachine te pleuren. Is die kapot? Oh, wacht, het is geen koffiemachine. Hij is gewoon op zoek naar zijn... Hij is gewoon op zoek naar iets. Maar, oké, okay, we moeten dus nog meer bommen plaatsen. Maar die bom, kunnen ze dan toch op tijd vinden of zo? Of is dat ook al te veel gevraagd? Oh, het is niet schoon. Het is niet schoon. Het is nog niet schoon. Nu wel. Hoppa. Oh, we stonden te ver weg. De map is dirty. Oké, okay, dus dan kunnen we nog één keertje cleanen. Oh, god, ik druk weer op X. Ja, dan gaat hij weer lopen moppen, hè. Dat moet helemaal niet, Michael, joh. Doe het even normaal. In het echt doe ik dit ook altijd, hè. Ik bedoel, van ik doe dit nooit. Dit laat ik altijd doen. Het schoonmaken. Gedeelte. Dus we kunnen hem nu niet oppakken of zo. Oké, nou ja, dan loop ik gewoon wel weer helemaal terug. Ik weet niet hoe lang deze heist in beslag neemt, maar ik vrees wel de hele video, maar dat gaan we zien. Vroeger snapte ik dit nooit, hè. We moeten hem straks nog één keer cleanen. Dirty mop. Ik kan niet rennen, want anders gaat hij moppen en dat wil ik niet. Zo, clean. Oké, nou, ik hoop dat dit de laatste keer is. Ik hou niet zo van schoonmaken bij de FYB. Het voelt gewoon heel erg ongemakkelijk om hier als crimineel rond te lopen of zo. Maar ze houden hun database daar niet erg goed bij. Want anders zouden ze mij toch wel moeten herkennen. Want ik heb echt de zwaarste dingen gedaan. Ik heb echt de gekste dingen gedaan met Trevor en Franklin. En toch herkennen ze mij niet. Dat is ook wel weer bijzonder. Plant the bomb in the restroom. Ik hoop toch echt dat dit het is. No, you stay too late when the mopping dead show up. All right, I'm leaving. Dat had hij moeten zien, toch? Oh, pick up the bucket. We gaan nog een keer wat doen. Dat is best wel een lange missie, maar ik vind het ook wel leuk dat Rockstar dit soort dingen bedenkt. Maar ik denk niet dat... Ja, criminelen zijn in het echt ook wel zo slim, maar... Ik hoor niet vaak dat dit soort dingen nou echt daadwerkelijk werken. Want ja, die eerste bom had al lang gezien moeten zijn. Er gaan best, het is een groot gebouw, dus er gaan veel mensen naar de wc. Die wc-bom moet ook gezien worden, want je hoort die dingen gewoon. Take the mop and the bucket back to the closet. Oh, gelukkig. We zijn er klaar mee. Oké, dus dan moeten we terug naar waar we ze vandaan hebben. Maintenance. Wat ziek idee. Het was een korte werkdag. Could we elevate to leave the office? Oh ja, we moeten natuurlijk geen brandweerkleding naar binnen. Oké, leave the building. Snel dan. Goed, dus het zou wel grappig zijn als ze nu al met die brandweerauto er staan. Hey, don't work so hard. We're all leaving in a minute.
Kun je Franklin even bellen? Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey dog, we right around the corner. We got your gear in. Okay, we moeten dus nu naar pick up Michael at the pillbox. Hoe de fuck is hij hier helemaal naartoe gerend? Dat kan nooit. Alright, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Use the phone. Okay, dit gaan we even vol geluid doen. Het lijkt mij duidelijk wat er is gebeurd. Ik ga er geen commentaar over geven. Het is een minuut gebeurd en de brandweer is er al heel verdacht, hè? Killers all that hallucinatory weed at the time. Yeah, probably a little bit of both. Cool, dog. Thanks for cleaning. Trevor the rogue, bye. We gotta go across. Take the stairs to the top floor. All right, we're going across to the far stairwell and up to the top floor. Hier moet de brand zijn. Oh, net niet, denk ik. Yep, the door's locked. Spin a bomb and blow it. We live, stand back. Removable drive in the server stack on the far wall. Oké, okay, we moeten weg. Follow Michael out of the building. Dat gebouw gaat instorten. Dit gaat toch nooit goed? Dit is niet een goed uitgedacht plan.
Dit is heel slecht. That explosion must have knocked me out, man. Alright, listen. We're down a floor from you, but look out. There's a I'm in the air. It's coming your way. There's no way of firing. This is the F-A-F-A. Can't you see the building burning? What you screwing with me for? Just get out of here. You fools should be at home. Oké, okay, ik ga zo hard dood. What you screwing with me for? Kom maar naar buiten. Ja, tuurlijk. Daar kan je niet op reageren. Ja, dat kan niet. Daar staan ze gewoon heel slim. Ja, en dan gaat het hele op. We zijn weer Nokki. Wat verrassend. Nou, het scheelt dat we nog niet zo heel ver waren. Kijk, we waren gelukkig nog niet al te ver. Ik heb geen snacks. Verder naar beneden. Oh, dit is al de... There he is. Hey, we're going up this rubble. On me. Hoe weten zij trouwens dat wij geen brandweermannen zijn? Mijn oxygen raakt wel leeg. Dat lijkt mij wel een probleem. Fuck. Alright, this is our way out. We gotta get these doors open. What's up? Hey, give me a hand. Briggs, come on. I see it street level. I fucking hope so. Uh-oh. Keep going, be cool. That was close, dog. Now let's go. Oh my god. Terra firma. Hey, let's get the fuck out this build, right? Before it comes down on our heads. The truck! Come on, get in! Let's go where we stashed the car. Come on.
Oh, ik heb de getaway location op zich wel prima gedaan. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, deze fire truck moet kapot. En ik heb inderdaad gelijk, dit is het enige wat we kunnen doen. In de video, maar dat maakt ook niet uit. Dit is een hele belangrijke heist. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's what you don't want to run into. You're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. Alright, man, I'll try. Try real hard, okay? Destroy the fire truck. Shit! Kijk, we moeten nu naar Lester zijn huis. Dat is nog wel eventjes. Maar dat maakt nu ook niet meer uit. Ik had echt verwacht... Dit gaat niet goed, maar... Als het goed is, moet dat gebouw instorten, toch? Norm's people, we get his paycheck and the standard expenses. Man, you really gonna miss him, huh? Hey, I don't like losing any of my crew. Oh, ik kan echt niet rijden. Ik kan echt helemaal niks. Hey, you looked up to me, maybe. Man, we're looking up to you, got... Kijk, het is duidelijk. Zo, we rijden wel langs het oude gebouw, volgens mij. Dus dan kunnen we even kijken of het hier nog staat. We rijden niet langs het oude gebouw, dus we kunnen niet kijken of die er nog staat. Wel een beetje. Oké, nou, we zijn er bijna. Laten we eens even kijken wat we dit keer gaan beleven. Of wat we gaan meemaken meer. Want wat heeft Lester voor ons? Wat hebben we eigenlijk gewonnen? Want ja, we doen dit toch wel voor geld. We doen dit toch niet voor niets, zou je zeggen. Oh, verkeerde bocht. Aan de kant. Hey, this Lester crib, ain't it? Keep your heads down, you hear? Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Ow, 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 ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul ass shit. Oh. All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed.
Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. De missie is klaar, dames en heren. En dat betekent ook de video. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet alvast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En druk alvast te abonneren voor meer. Luisteren we dit telefoongesprek nog even. En dan gaat de outro starten. Bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Now, doei!